Ik zit hier naast een eigenaar van een vreemd voertuig en ik lees op de auto Cannonball Race. Daar ken ik eigenlijk alleen van uit de film. Wat is dat? Dat is een run die wordt gereden in Europa door auto's van 15 jaar en ouder. Oké, de Cannonball Race, dat is toch een Amerikaans iets? Ja, daar rijden ze op snelheid en weet ik wat allemaal, maar dit is een andere. Dit jaar heet hij ook de Discovery Run. Ja, oké. Okay. Er is maar iets aan de aandacht ontsnapt in die auto daarvoor. Ja. Daar zit helemaal geen stoel in. Nee, daar zit jij op. Oh, daar zit ik op? Ja, daar zit jij op. Oh, en dat is een multifunctioneel camping geval of zo. Die is er heel makkelijk uit te pakken. Dat is weer twee extra zitplekken. En die compressor die erin staat, waar is die voor? Zo vaak lekker band of? Nee, dat is voor mijn klakson. Voor de 180 decibel. Hey, maar dat kan toch gewoon op een batterij tegenwoordig, of is dat moeilijk? 3 liter aan lucht aan 7,5 bar, dat gaat niet op een batterij. Oké. Okay. Dus, het is de klakson van een Amtrak, trein uit Amerika. Okay. Hey, maar ik heb wel meer mensen die zo'n hobbytje hebben en dan op de auto, dan hoor je meer radio als auto, maar jij hebt meer klakson als auto eigenlijk. Ik ben het beter dat mensen mij niet in het verkeer niet zien. Ja. Dus dan moet je zelf een beetje waarschuwen van, ga maar eens aan de kant, want... Maar zo'n kleine auto moet wel oppassen, want ze zit zo ongevraagd wagen. Ze kijken zo over hoe heen, ja. Hoe oud is deze auto? De basis van deze auto komt uit 1972. 1972, hij is niet gerestaureerd of wel? Hij is in 2007 opgebouwd pas. Het is een bouwpakketauto. Het is een bouwpakket? Ja, oh. Beter IKEA-werk. Oké. Okay. Beter IKEA-werk, ja. Oké. Okay. En dus daar heb je ook geen merk of zo? Wat voor motor zit erin? Een? Burton. Burton. En de basis is een eend. Een eend? Ja. Je meent het. Ja. Dus je zit op een stoel van een eend eigenlijk? De achterbank van een eend. Dat ik daar ooit nog mag meemaken, op de achterbank van een eend. Dat is geweldig. En hoe kom je op het idee om zo'n ding te maken? Tijdens mijn studie programma Discovery zien een car is born. Daar werd een Cobra gebouwd. Cobra is op basis van een origineel iets, dus dan, daar waren de motoren iets anders van en dit is veel simpeler. Zo ben ik deze uiteindelijk het is Nederlands. Dit een Nederlands ontwerp, in 2000 ontworpen. En een Franse motor dan? Wel een Franse motor, ja. En die aanhanger, want dat is ook, dat is ook niet helemaal origineel. Dat is geen aanhanger, dat is een caravan. Een caravan? Ja. En slaap je er ook wel eens in? Ja, daar slaap ik regelmatig in. En dan moet je benen optrekken of? Nee, er ligt een bed in van 1,20 meter bij 2. Nou, dan zou je in principe... Zo'n bed. Dan moet je in principe oppassen. Ja, ja. En ga je mee naar, in de zomer naar Frankrijk op de camping? Zuid-Frankrijk, Italië, geen probleem. En dat is verantwoord met zo'n auto? Absoluut. Oké, okay. Nou, ik wens jou een hele goede vakantie van de zomer. Dank. En met dit weer gaat het zeker lukken. Absoluut. Motor moet uit de toeter. Nee, de 100 meter. Ja?